Hey, welkom bij Bewegen met Bart. We gaan vandaag een training doen met oefeningen die specifiek bedoeld zijn om je heupgewricht te verstevigen. Misschien heb jij ook last van je heup, want heupproblemen zijn heel veel voorkomend, omdat er in je heupgewricht soms wel wat slijtage kan zijn doorheen de loop van de jaren. Vaak moeten mensen ook een operatie ondergaan, hetgeen vaak een goed effect kan hebben, maar voorafgaand aan die operatie is het ook belangrijk om je spieren voldoende te trainen. Dus deze oefeningen die kan je zowel voorafgaand aan een operatie als na een operatie doen, of als je helemaal geen operatie gepland hebt of achter de rug hebt, zijn deze oefeningen ook zeker nuttig om je heupgewricht gewoon sterk en gezond te houden. We gaan erin vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En voor de eerste oefeningen van vandaag mag je rustig op een stoel gaan zitten. En gaan we eventjes de heup losmaken door even rustig de knieën te heffen. Rustig aan. Links. En rechts, zodat je relaxed zit. Oké. Nog 3, 2, 1. En rust. En dan gaan we 1 been rustig zijwaarts plaatsen en terugbrengen. En dan het andere been. Heel goed. Rustig zijwaarts plaatsen. En rustig terug. Ga zo ver als dat je kan. Het hoeft geen pijn te doen. Heel goed. Heel goed. Nog 4. Nog 3. 2. En nog eentje. En blijf dan rustig zitten. Adem even rustig in en uit. Ga mooi rechtop zitten. Oké. En dan gaan we 1 been voorwaarts trekken. Op die manier. En daarmee gaan we cirkeltjes draaien. Kleine cirkeltjes draaien. Ja. Je probeert je been gestrekt te houden. Ja. We doen er zo 10, dus nu nog 5 te gaan. Nog 5, nog 4, 3, 2, 1. En rustig neerplaatsen. En dan gaan we hetzelfde doen met het andere been. En we draaien de cirkels buitenwaarts naar buiten. Kleine cirkeltjes. En we doen er zo 10. Dus nog 5. 4, 3, 2, 1 en rust. Heel goed. Dan gaan we exact hetzelfde nog eens doen, maar nu binnenwaartse cirkels. Dus strek weer je eerste been en nu ga je de cirkels draaien naar binnen toe. En we doen er opnieuw 10. Nog 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. En rustig neerplaatsen. Oké, schiet even los. En dan gaan we hetzelfde doen met het andere been. En we draaien nu terug cirkels binnenwaarts. Heel goed. Nog 7, nog 6, nog 5. 4, 3, 2, 1. En rustig neerplaatsen. Even losschudden. Schud ook je handen maar even los. Oké. En dan ga je 2 vuisten maken. En die 2 vuisten die ga je tussen je knieën zetten. Ja? En dan ga je je 2 knieën heel hard naar elkaar drukken. Ja? En je vuisten die mogen een beetje tegendruk geven. En dat gaan we gedurende 10 seconden zo doen. Dus nog 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. Schud even de knieën los.
Schud even je handen los ook. Heel goed. Dan maken we terug twee vuisten. We gaan het drie keer doen. 3 keer 10 seconden. En 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En rust. Heel goed. Fantastisch. Heel goed bezig. Het zijn de adductoren die je aanspant hier aan de binnenkant van je been. Daar span je de spieren aan. Maak terug vuisten. Steek je vuisten terug tussen je knieën. En dan gaan we ze terug samen drukken. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig aan. Adem even rustig in. En uit. Dan ga je nu je handen aan de buitenkant van je knieën plaatsen. Ja, en je gaat je knieën open drukken. Dus je knieën die druk je naar buiten en je handen die geven tegendruk. Probeer mooi rechtop te zitten en 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, kom aan volhouden, 3, 2, 1 en rust. Alright. Heel goed, fantastisch bezig. Nog 2 keer gaan we dit herhalen. Volgende reeks, handen tegen de knieën. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Even losschudden. Knieën ook even losschudden. En dan gaan we opnieuw, laatste keer. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Oké, fantastisch. Even losschudden. Dan mag je rustig rechtop komen. En dan gaan we de stoel of een tafel of iets anders stevig vastgrijpen. En dan gaan we daarnaast gaan staan. En dan gaan we 1 been gestrekt zijwaarts brengen. Op die manier. Ja. Heel goed. Heel goed. Gestrekt, ga zo hoog als dat je zelf kan. Dit zijn de abductoren van je been, aan de buitenkant van je been, die je nu versterkt. En dan doen we er zo nog 8 bij. Kom aan. Nog 8, 7, 6, nog 5, 4, 3, 2 en 1. Rustig. Adem even rustig in en uit. En dan gaan we dezelfde beweging maken met ons andere been. Ja, op die manier. Heel goed. Je mag het trager doen dan dat ik het doe altijd. Sneller mag ook. Dan probeer er goed die spier aan te spannen. We gaan er nu nog 8 bij doen. Nog 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig aan. En dan ga je met je gezicht naar je stoel staan. En dan gaan we de gelijkaardige beweging doen, maar nu achterwaarts. Ja? 1 been gaat achterwaarts en je spant je bil aan. Heel belangrijk ook. Alle spieren rond je heup zijn we nu aan het versterken. We zitten ondertussen bij onze laatste oefening al voor vandaag. Heel goed. Nog achterbij. 7, 6, 5, 4. 3, 2, dit is de laatste. Adem even rustig in, voor we naar onze allerlaatste gaan, met het andere been nu. Heel goed.
goed kon hout vol. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En rust. En het zit erop. Heel goed gedaan vandaag. Je hebt je spieren rond je heup allemaal erg goed versterkt. Als je dit regelmatig blijft doen, dan zal je echt voelen dat je stabieler staat en dat je minder last hebt van je heup. Als je nog niet geabonneerd bent, klik dan op abonneren hieronder. Dat is helemaal gratis, maar dan krijg je wel elke dag een melding dat er een nieuwe training is. Als je nog een andere training wilt doen, klik dan even op de video hier. Als je nog een stretching wilt doen, heel belangrijk.